ben Nico van Baken. Ik ben de AOC-beheerder Techniek Breed. Dit wat hier nou is, heb ik volledig opgebouwd van de grond af. We hebben daar een proces over gedaan van 14 jaar ongeveer. Waarbij de eerste paar jaar heel veel beholpen met een klein AOC'tje, maar een paar vierkante meter breed. En daarbij nog een leslokaal ten achterkant met twee tekenlokalen. Door die tijd verder zijn we verder gaan uitgroeien en moesten we naar de grote AOC Techniek Breed. Waarbij we het hele gedeelte hier verbouwd hebben met de motica en alle toebehoren toe. Waarbij men kan printen, plotten, AutoCAD tekenen, Inventor, noem maar op. Hier wordt ook nog les bij gepland. Wij beheren eigenlijk het ALC, waarbij wij de leerlingen die zelfstandig werken sturen. En daarbij komen ambtendocenten met een groep die dan speciaal moeten tekenen in het vak gebeuren. Die daar, daar de begeleiding over nemen. Welke ik dan minder hoef te begeleiden. Maar wel de anderen toch kan blijven begeleiden dat er niks misgaat. We hebben hier een totale mediatheek van de techniek. Met CD-ROMs, DVD's, alles tot en met. Ze kunnen hier alles vragen. Wij doen hier ook de plotten uitdraaien voor de jongens van bouwkunde. Waarbij gerekening gehouden wordt met de grootte van de formaten en kijken of dat het eindproduct voldoet aan de waarde die eraan gesteld wordt. Dat zijn een beetje mijn begeleidingen hier in het ALC. Welke dus ik helaas tot mijn spijt vandaag als laatste dag moet gaan verlaten. En hoe lang ben je nou hier beheerder geweest, Nico? Ik ben hier ongeveer 14 jaar lang beheerder geweest in een klein gedeelte begonnen. Waarbij ik een paar uurtjes per dag het AC beheerde voor de jongens van bouwkunde, voor hun projectwerk te maken. En de verdere dag was ik instructeur bij de bouwkunde. En in dit lokaal, Nico, hoe lang ben je daar beheerder geweest? Dit lokaal zelf ben ik nu ongeveer 10 jaar beheerder geweest van dit lokaal als zijnde ALC. Ja, die wordt met een modern display, net zoals de telefoontjes. Ja. Daar heb je zeker een hoop meegemaakt. Ik heb ontzettend veel meegemaakt. Het zijn leuke en minder leuke dingen. Maar vooral de mooie kanten zijn om constant met die leerlingen bezig te zijn. En een mooie productie ontwikkelen voor de eindpresentatie. En dan zeggen die leerlingen ook, dat hebben we toch aan Nico te danken. Ja, en dat is heel belangrijk, of niet Nico? Dat is zeer belangrijk en dat is ook mijn steun. En daar zal ik nog maar aan terugdenken. Dat is dan mijn laatste gegeven waar ik dan aan verder kan werken. Dat het mij een voldoening geeft. Dat ik dit heb mogen en kunnen doen. Is dit jouw trots, Nico, deze plant? Trots, ja. Dat is mijn trots, ja. Het is een verrekte mooie plant, Nico. Ja, ja. Het is echt de trots van het ALC, die planten. Heb je ook iets leuks meegemaakt, zo dat je zegt van, dat was wel iets aparts? Ja. In al die jaren? Ik heb in die jaren wel eens dingen meegemaakt dat men zegt, ja, dit zal wel niet kunnen of zo. En dan zeg je, ach, dat zal ik wel even verwerken, dat zal ik wel even doen. Bijvoorbeeld hier mijn balie. Ik kwam hier binnen in het begin met nieuwe techniek breed ALC en ik had nog geen brood om te werken. En toen heb ik uit eigen gedachtegang, want toen zei ze, zou je zelf iets kunnen ontwikkelen? Heb ik hier zelf eigenhandig in het bijzijn van de leerling hier deze balie gemaakt. Compleet. Dat is een product van mezelf. En zo zijn er meerdere van die dingen dat ik zeg, oh, daar zal ik wel even over nadenken. Nico, wij willen jou heel hartelijk danken, want je hebt voor de rekkers gewerkt hier. Je bent oud geweest, je hebt een geweldig lokaal gemaakt. En wij willen dat niet zomaar voorbij laten gaan. Nee, dat vind ik heel fijn. En, maar wij hopen wel dat je nog vol goede moed weer toch weer op een listel van Rood Hoogbouw mee beginnen. Maar dan maak jij er iets moois van, weet je. Ja. Goed. Hey, heel hartelijk bedankt Nico voor alle zorgen en het opvangen van onze... Ja. Mag ik dan toch nog jullie ook bedanken voor het prettige samenwerken in die 10 jaar. Applaus voor Nico! Eigenlijk heel het ALC is jouw ontwerp, denk ik, Nico. Ja, helemaal. En ook de wanden, de aankledingen van de posters en allemaal mooie even grote schilderijen. Dat is allemaal door mijn toegedoen gebeurd. Ik ben daar in de vakantietijden voor gaan winkelen, gaan shoppen. Ik heb die posters ook zelf uitgekozen hiervoor, want ik vind het moet eigenlijk een soort van tweede woonkamer zijn voor de leerling. Ze moeten zich thuis voelen, wel voelen en prettig kunnen werken, samen met ons. Niet verlegen worden, hè?
Oké, Nico, en wat is jouw nieuwe uitdaging binnen de Leygraaf? Mijn nieuwe uitdaging binnen de Leygraaf die is eigenlijk miniel, want ik zal, zegt men, in een noodlokaal moeten werken tot zelfs 2013. En helaas is dan einde werktijd voor mijzelf. Want dan ga je met de fut, dat is niet meer, hè? Pensioen officieel. Dat is voor het pensioen, ja. Oké, Nico, bedankt voor dit gesprekje. Ja, graag gedaan. En succes in je nieuwe uitdaging. Ja, dank u wel.